gebouwd universiteit wordt steeds internationaler. Van de nieuwe eerstejaars komt 21% uit het buitenland. Vorig jaar lag dat percentage nog op 12%. De groei van het aantal buitenlandse studenten kan worden verklaard door de toename van het Engelstalig onderwijs. Van de 37 bacheloropleidingen zijn er dit jaar 8 in het Engels. Het overgrote deel van de buitenlandse studenten komt uit Duitsland, gevolgd door Italië en Roemenië. Buiten Europa is Brazilië koploper, gevolgd door China en Vietnam. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.